Dat is prima. Heeft u eerst een interruptie van de heer Van Houwelingen? Ja, dank u, voorzitter. Ja, de ChristenUnie heeft zojuist tegen ons amendementen gestemd om de coronapas definitief uit de wet te slopen. En nou is mijn vraag, wat moet er gebeuren voor de ChristenUnie om definitief dus de coronapas uit de wet te slopen? Dus u heeft nu tegengestemd, maar wat moet er nou gebeuren dat u zegt van nou, die coronapas, daar moeten we definitief vanaf? Ja, voorzitter, gewoon bij de debatten zijn. Ik heb vorige week helemaal verwoord dat ik het niet logisch vind om in de huidige tijd de coronatoegangspas, toegangsbewijs, vanaf 1 juni in die wet te hebben. Dus dat heb ik al aangegeven. Ja, dat is geen antwoord op mijn vraag. Dat vindt u niet logisch, maar mijn vraag was, bij welke conditie zegt u, nu kunnen we van die coronapas af? Dus wat u moet er een gedachte over hebben. Van, nou, oké, dan en dan, bij die en die sterftekans, weet ik veel wat, dan vindt het goed, dan gaan we voor zo'n abonnement stemmen. Ja, voorzitter, ik heb al aangegeven dat ik voor de komende wetgeving, we hebben het nu over wetgeving die al van kracht is, daarover stemde het parlement, was de laatste keer nahang. De nieuwe regelingen is weer voorhang, komt door het amendement Westerveld. Heb ik met veel waardering gesteund, omdat ik dat ook me kan voorstellen, dat het goed is dat het parlement daar eerst over spreekt. En ten aanzien van die wetgeving, die we dus na het meireces bespreken, heb ik al richting de minister aangegeven. Voor de ChristenUnie-fractie is het zo, we zullen nu voor de wetgeving die al van kracht is niet meer zeggen, doe maar weg, omdat het coronatoegangsbewijs nu al nergens meer gevraagd wordt. Maar het is tijdelijke wetgeving, dus dat kan uit die wet. En we hebben het signaal gegeven, was u bij, vorige week, vanaf 1 juni moet het daarom uit die wet. Nou, dat is een helder signaal. Kan u anders beoordelen, daarom dient u een amendement in. We hebben een iets wisselende appreciatie. Nu gaat de heer Van Houwelingen en ook anderen helemaal los, ook op de socials, voorzitter. Dat zit al net niet in de handelingen en dat is maar gelukkig ook. Over hoe de ChristenUnie hier stemt. Ik heb hier keurig aangegeven welk proces daarbij voor mijn fractie voor ogen is. Kunt u het niet mee eens zijn, dat mag. Maar ik heb telkens gecommuniceerd vanaf 1 juni. Dus doe nu niet zo teleurgesteld. Tel uw zegeningen. En voor de rest, als u andere dingen gaat beweren, dan zou ik zeggen, meneer Van Houwelingen, dat klopt dan niet. Oké, mevrouw Hagema. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat mevrouw Bikker in de gelukkige omstandigheid verkeert dat ze tegen de minister kan zeggen wat er moet gebeuren. Maar dat geldt natuurlijk niet in het parlement. In het parlement maak je ook via stemmingen je standpunten duidelijk. En bij stemmen ben je ook ergens voor of tegen. Dat is niet ergens halverwege of om en nabij plus minus. Je geeft aan wat je daarmee vindt. En dan vind ik het toch wel heel bijzonder dat de ChristenUnie tegen het beëindigen van de coronatoegangsbewijzen bij een hoofdelijke stemming heeft gestemd. Terwijl mevrouw Bikker hier nu aangeeft dat dat wel eigenlijk haar standpunt is. Ja, voorzitter. Laten we beginnen bij het eerste. Ik heb nergens de indruk dat ik de minister kan dicteren hoe het gaat. Ik zeg alleen wat geldt voor de ChristenUnie-fractie, wat wij belangrijk vinden in onze afweging. En het is aan de minister om chocola te maken van het geheel van dit parlement. En dan hebben wij weer dat te controleren. Dat is even één. Dus mevrouw Agema, in die zin, ik weet niet of het u gerust stelt of ongerust maakt. Dat maakt me ook niet zoveel uit, maar ik ga daar niet over. Ik geef alleen aan wat voor mijn fractie belangrijk is. En dan ga ik terug naar vorige week. Ik zat naast u. Ik heb daar heel duidelijk gezegd, vanaf 1 juni, als die nieuwe, nu loopt er nog een wet. Daarover hebben we het nu, omdat het één keer nog nahang is. Hierna hebben we voorrang. Daarvan heb ik duidelijk gezegd, vanaf 1 juni hoeven wij geen CTB meer. Met de huidige omstandigheden is die niet effectief. Kunt u heel verbaasd over doen, maar had u vorige week al kunnen horen. Ik wil het nog best 10 keer uitleggen, voorzitter. Maar ik heb het toen uitgelegd. Ik herhaal het nu, vanaf 1 juni niet. En zo hebben we ook gestemd. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, dat heeft de ChristenUnie dus niet. En ik denk dat dat een hele legitieme vraag is. Waarom partijen niet stemmen conform wat ze zeggen of wat hun standpunt is. Dat doen we toch op alle terreinen. Ik begrijp het gewoon niet. We werken ons allemaal hier uit de naad. En je probeert dingen voor elkaar te krijgen. En je probeert ook wel eens bij iemand van de coalitie iets voor elkaar te krijgen. Want als je de coalitie erbij hebt, dan heb je iets van tafel. En ik begrijp echt niet dat u in de hoofdelijke stemmingen dus tegen het beëindigen van de coronatoegangsbewijs hebt gestemd. Als u hier zegt dat u er inderdaad vindt dat het beëindigd moet worden. Ik bedoel, we stemmen toch in de plenaire zaal zwart of wit, voor of tegen wat we vinden conform onze standpunten. En ja, kennelijk vindt u dus iets anders, begrijp ik nu, dan hoe u gestemd heeft vanmiddag. Afrondend, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ik heb al een aantal keer uitgelegd dat
ik ook naar de aankomende wetgeving kijk. Die gaat vanaf 1 juni in en bespreken we al over een paar weken. Daarvan heb ik gezegd, ik vind het niet logisch. Ik heb verwezen naar de Raad van State in het debat vorige week. We zien dat de proportionaliteit steeds meer begint te schuren. Op een gegeven moment is het tijd om dat ding uit de wet te halen. Daarom heb ik keurig het signaal aan de minister gegeven. Voor de ChristenUnie-fractie is dat vanaf 1 juni. Nou, mevrouw Agema maakt een andere afweging. Die wil per direct alles. Ik had gezegd vanaf 1 juni, daar hou ik me dan aan. Want zo heb ik dat destijds verwoord. En daarom heb ik zo gestemd. We kunnen het nog 16 keer over hebben. Maar ik geef dus aan, tel uw zegeningen zou ik zeggen, dat voor mij het CTB vanaf 1 juni eruit kan. Ja, dan kunt u heel erg gaan hameren op die aantal weken waar het niet gevraagd wordt, maar nog wel in de wet staat. Dat mag. Maar u heeft ook juist de ruimte bij de ChristenUnie gehoord om te zeggen, we gaan ermee stoppen. Ja, nou ja, dat is dan net hoe u dat beleeft. Maar ik denk dat ik het wel klip en klaar heb uitgelegd zo. Ik heb het begrepen in ieder geval. Dank u wel, voorzitter. U hoeft niet de andere woordvoerder te ondersteunen. U bent de onafhankelijk voorzitter. Ik begrijp dat mevrouw Bikker geïrriteerd raakt. Maar in de motie die in hoofdelijke stemming is gekomen, wordt natuurlijk helemaal geen datum genoemd. Dus dat kan ook niet de datum de reden zijn om er dan tegen te stemmen. Ik denk dat dat wij met stemmingen duidelijk maken hoe wij ergens in staan. En ja, het is heel jammer dat mevrouw Bikker, omdat er geen datum in die motie genoemd staat, dat dan aangrijpt om te zeggen, ja, maar dan ben ik tegen die motie, dan ga ik in de hoofdelijke stemming daartegen stemmen. Terwijl ze ook in heel Nederland duidelijk had kunnen maken van nee, voor ons is het einde verhaal met die coronatoegangsbewijzen. En dan had ze ook gewoon in een stemverklaring kunnen zeggen nu in het debat kunnen zeggen, ja, ik heb voor die motie gestemd. En ik vind het daarbij ook nog eens dat het per 1 juni zo moet zijn. Ja, dus het lijkt gewoon een beetje een gezochte tegenstem die ook nog eens voor verwarring zorgt, waar ze nu heel opgewonden over is. Maar het is wel de verwarring die door mevrouw Bikker zelf is veroorzaakt. Ja, ze zegt dat er op socials allerlei dingen rondgaan, maar het is natuurlijk wel wel de onrust die zij zelf veroorzaakt. Als zij nou gewoon van de coronatoegangsbewijzen af wil en dat ook hier weer zegt, waarom doet ze dan zo raar over een datum? Als de motie helemaal niet een datum in zich heeft, kan ze toch ook gewoon zeggen, ja, maar daarom stem ik voor. Tot slot. Ja, voorzitter, we gaan nu naar het novum toe dat als er geen datum in een motie staat, dat dan de stemmers ieder voor zich kunnen bepalen wanneer het in zou moeten gaan. Nou ja, zo, ik lees moties zo, als er geen datum in staat, dat u wilt dat dat gebeurt, punt. Nou, en ik heb gezegd per 1 juni, daar ben ik duidelijk over, kan u, ik ben er eigenlijk, nou, mevrouw Agema heeft nog nooit gezien als ik ergens heel veel emoties bij ben, want volgens mij ben ik redelijk kalm, ik leg u nog een keer uit. Dat ik heb gezegd, per 1 juni vind ik het niet logisch. Dan gaat de volgende wetsverlenging eventueel in. We zullen zien wat de Eerste Kamer doet, maar dan gaat die in. Vind ik het niet logisch dat het CTB er nog in zit. Sluit ook aan bij het advies van de Raad van State. Heb ik keurig uitgelegd. De moties gaan erover dat allerlei dingen per direct moeten worden afgeschaft. Nou, als ik hier heb gezegd 1 juni, vind ik het niet fair om een week later te gaan stemmen voor allemaal dingen die per direct moeten. Wat niet wegneemt dat ik heb uitgelegd hoe ik ten aanzien van het CTB kijk. Kan mevrouw Agema dan verdrietig over zijn dat ik dingen niet steun op dit moment. Maar naar de toekomst toe zou ze ook haar zegeningen kunnen tellen. Maar dat is haar eigen afweging of ze blijft volharden in het glas half vol of in het glas half leeg. Nee, hoor, voorzitter. Ik zie helemaal echt wel een half vol glas. Dat is het niet. Maar mevrouw Bikker is nogal opgewonden over de socials. Maar de socials geven een weergave die feitelijk is. De ChristenUnie heeft tegen een hoofdelijke stemming gestemd als het gaat over het beëindigen van de coronatoegangsbewijzen. Ik vind het goed dat ze hier nu een uitleg geeft, maar het is een heel zwak argument om te zeggen dat als er ergens een datum aan ontbreekt, dat je dan gaat tegenstemmen, terwijl het eigenlijk je standpunt is. Als we dat hier allemaal gingen doen, dan werd het echt een zootje bij die stemmingen. Nou, helemaal afsluitend, want we hebben het uitgebreid gewisseld en u heeft allemaal vier korte vragen die zijn keurig opgebruikt, maar als het hetzelfde antwoord steeds is, dan schieten we daar niet hard mee op. Tot slot. Ja, voorzitter, maar als ik telkens dezelfde vraag krijg, dan wil ik daar ook best op reageren. Ik heb rustig uitgelegd vorige week al hoe ik hierin zat. Toen zag ik mevrouw Agema daar heel vrolijk over zijn. Daar hebben we het ook over gehad. Nou, prachtig. Maar ik heb ook daar altijd die datum van 1 juni bij genoemd. Daar blijf ik bij. En ik vind het ook helemaal niet vreemd om zoiets aan te geven richting de minister. En ik vind het ook niet vreemd dat als je zo'n datum noemt, dat je dan even bij een motie kijkt van, hé, waar gaat het over? En per direct heeft een andere dynamiek. Kom bij dat het CTB nergens, gevraagd wordt. Dus ook op dit moment wordt het nergens gevraagd. En ja,
Wat mij betreft gaat het uit die wet per 1 juni. Helder. Dan sluit ik bij deze de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Tot 10 voor 7, 3 kwartier schorsen en dan eten we ook meteen.